Hoi, leuk te kijken naar deze video. Welkom bij dit eetdagboekje. Zoals jullie vanochtend hebben kunnen zien, heb ik al een ontbijtje op. Ik ben gestart met een boekweitpapje met banaan en koek en specerijen, kruiden en zo. Het was super lekker. Het was een nieuw receptje wat ik uitgeprobeerd heb. Omdat boekweit een van de voedingsmiddelen is die bij het Surtfood dieet hoort, wat ik nog probeer te volgen. Het is niet echt een weekmenu of een speciaal programma. Het is meer dat je van bepaalde voedingsmiddelen wat meer gaat eten, omdat dat beter zou zijn voor je gezondheid en daardoor je langzaamaan wel zou blijven afvallen. Ik merk juist als ik dat soort sapjes maak of als ik die voedingsmiddelen eet, dat ik dan wat minder opgeblazen ben, minder honger heb, minder snijdrang. Dus ik probeer toch wel een klein beetje dat steeds toe te passen. Ik heb ook al mijn groene sapje gemaakt. Die ga ik waarschijnlijk dan, ja, ik denk pas in de middag nemen of zo. Het is eigenlijk de bedoeling dat je hem zo vroeg mogelijk op de dag neemt voor al je vitamintjes en zo. Maar ik vind hem toch het lekkerst als hij echt ijskoud is. En ik ben al langs de Sligro geweest om daar het eten te halen voor vanavond. Plus wat we allemaal nodig hebben. We hadden namelijk in de schuur helemaal geen cola meer, geen sinaas meer, geen waterflesjes meer. En ik geloof dat er zelfs de koekjes op waren. En ondanks dat het nu wel een rustigere periode is, dat we minder mensen hebben die ons helpen in het bedrijf, is het fijn dat we, als er iemand komt, we ze wat drinken kunnen aanbieden in de schuren. Dus dat heb ik gedaan. Het is nu 11 uur-ish. En ik heb een pakketje geopend van de Fabletics. Daar ben ik echt al sinds jaar en dag lid van. Het is een soort van maandabonnement voor sportkleding. Maar je kan iedere maand skippen. Dan moet je gewoon voor de vijfde aanvullen van, hé, ik wil dit niet. En dan wordt er ook niks afgeschreven van je rekening. Maar je krijgt wel super veel korting op setjes. Die zijn dan maar €49,95 voor een sport-BH met een broek, sportlegging. En ik vind ze echt de bom, dat kan. Deze, dit is de Oasis sport-BH. Die vind ik echt helemaal super. Geeft echt super veel sport. Gaat netjes. Ziet op je rug ook netjes uit. En dan nu ook de Oasis legging. Die heeft van die zakken waar je je telefoon in kan doen. En van deze heb ik er echt drie of zo. Ik heb hem nog een keer in zwart. In het crème en in het oranje. En nu dus nog een keer, dus ik heb nu twee zwarte. Maar ik heb nog meer geïnvesteerd. Ik heb namelijk ook dit patroontje. Het zag er zo cool uit. En het leuke van de website vind ik dat je dus ook je kan aanklikken naar grote mensen. Je ziet niet alleen op iemand die zo is, maar ook iemand die wat meer vorm heeft staan. Ik heb ook deze. Het is precies dezelfde die ik net liet zien. Ook met van die zakken dus. Zo exciting. En dit is de Pure Luxe Oasis High Waisted. Ja. Super excited. Dat is super leuk. Met dan gewoon een zwart t-shirt eroverheen. Want ik sport dus nu in de schuur en niet meer thuis. Ik heb nu in de schuur een hele soort van mini gym gemaakt. Kijk, ik heb ook een bijpassende Oasis. Zo. Bijpassend is echt precies dezelfde als deze. Super leuk met een zwarte oversized t-shirt of zo. Want ik heb dus alles wat ik van de sportspullen had, zoals mijn crosstrainer, mijn fiets, mijn barbells, noem maar op, allemaal naar de schuur verplaatst om daar te sporten. En ik heb vorig weekend
een hele focus fitness unit opgezet, opgebouwd. Zodat ik ook kabelmachines en zo daar heb. Dus helemaal super. Ik ben super gemotiveerd om weer lekker te blijven sporten. Maar het nadeel is dat het in de schuur dus best wel koud is. Ik geloof dat het gisteravond 12 graden was. Dus dan is het niet zo lekker om zo te sporten. Zo zou ik overigens ook nooit in een beetje fit of zo te vinden zijn. Let's be real. En ik had ook nog deze. De High-Waisted Cold Weather Pocket Legging. Want ik dacht dus, omdat het in de schuur kouder wordt. Het is nu nog maar, wat is het vandaag? 3 november, zoiets. En als het van nu al zo koud is, dan denk ik zomaar dat het in de winter echt heel koud gaat zijn. Maar ja, deze is inderdaad wel... Oh, deze is gevoerd. Nee, niet gevoerd, gevoerd, maar deze heeft een beetje meer... Ja, deze heeft echt een soort van stofje aan de binnenkant zitten. En dat hebben de Oasis hebben dat niet. Die zijn echt iets dunner. Ze zijn niet echt dik, maar ze meer van dat lycra spul. Deze vind ik ook wel nice. Het is een beetje hetzelfde idee, ook met de zak aan de zijkant. Vandaag leg day toch? Ja, het is vandaag quads en calves. Dus we gaan doen warming upje, barbell squats, lunges, goblet squats, lunges, leg extension en calf raises. So excited! About us, you know it's not about us.
een uurtje, 58 minuten. Oh. 465. Noise. Dat is even pittig. Nu kan ik nog spierpijn van de vorige benentraining. Maar goed, that's okay. Time for lunch. Ik heb gisteren op een GGD-locatie gestaan dat naast een Chinees zit. En if you don't know, ik heb 7 jaar lang bij een Chinees gewerkt. En toen had ik dus gemiddeld 3 keer in de week Chinees. In ieder geval daar. Chinees eten is ongeveer mijn favoriete keuken. Dus ik kon het gisteren niet weerstaan. En hebben we dus Chinees gehaald daar. En hebben we lekker thuis opgegeten. Maar we hebben wel natuurlijk weer veel te veel. Dat is ongeveer eigenlijk altijd. Want je wil van alles wat. Dus ik eet nu leftover sesam kip. Ik doe er dit keer geen bami of witte rijst bij. Hebben we nog wel over. Maar omdat ik vanavond ook een hamburger op een broodje wil. Moet toch een beetje keuzes maken. Dus het is natuurlijk wel wat moeilijker te tracken in mijn fitnessbel of livesum of food. Waar je ook je eten in trekt. Maar ik dacht, sesamkip kan geen kwaad. Sesam zit er natuurlijk wel wat vet in. Maar de kip is gewoon kip. Dit is gewoon een stukje kipfilet met ketchup, saus, sesamsaus, weet ik veel. Er zitten wat paprikaatjes tussen, zitten wat uitjes tussen, zitten, nou ja, Chinese groenten. En dat heb ik dan op sla gedaan in plaats van op witte rijst of bami. Persoonlijk vind ik gewoon witte rijst met iets het allerlekkerst. En we hebben het nog wel, maar er zit gewoon ontzettend veel koolhydraten in. En ik heb nog wel wat koolhydraten over voor vandaag. Maar ik gebruik liever voor mijn hamburgerbroodje. Dus dit gaan we even lekker opsnacken. Ik heb het overigens koud op de salade gedaan, want I'm weird. Ik vind koude bari panggang, dus zeg maar al de dag daarna, vind ik ook echt het lekkerste. En dat vind ik met deze kip ook. Dus dit gaat mijn lunchje zijn. Voor vandaag. Look how good that looks. Oh, that looks so good. Oh, focus. Ah, it looks so good. Mm. En ik heb echt honger. Het zou niet een vlog zijn voor mij als niet de vaatwasser aanstaat. Ik heb hem net aangezet van... De kindjes zijn uit school en die hebben nu broodrommeltjes en zo natuurlijk al mee. Ik ga even wassen. Ik ga even snel mijn sapje drinken. En dan moet ik zo naar de praxie. Ik heb hem vanochtend gelijk voor 2 keer gemaakt. Dan kan ik hem morgen ook meenemen. Morgen werk ik voor een niet-mobiel thuiswoning, noemen ze dat. Even of je dat. Oeh, dat is echt zoveel dit keer. Waarom heb ik dit keer zoveel? En ik wil daar zo naar betekent eigenlijk dat ik met een auto of bus een route af moet en waar mensen thuis gaan vaccineren. Voor die niet naar een vaccinatielocatie kunnen komen. Dus ik zit samen met 1 andere collega de hele dag in de auto eigenlijk. En dan kan dit op zich zo dikke prima eigenlijk. Nieuws, Logan heeft dus nu zijn spulletjes op het aardig gezet. Gaat even zijn telefoon of zijn iPad pakken. Want waar de goede praxis is ook bij een vriendinnetje in de buurt waar Brooke is gaan spelen. En die mag om 3:30, 4:00 worden opgehaald. Dus ik kan maar heel even spelen daar. Wat op zich ideaal is, omdat wij toch naar de chiropractie moeten. Maar ik vermoed dat wij om 3:00 is zijn afspraak. Dan is hij om 3:15 klaar. Dus ik kan dan om 3:45 wel ophalen. Dan hebben we waarschijnlijk nog wel eventjes tijd om te chillen. Maar niet meer genoeg om heen en weer te rijden. Ondertussen is het 8:10 en ga ik nog een colaatje nemen. Dit is niet eens een zero. Maar de zero's staan in de container in de achterste schuur. Het regent, het is koud. Deze stonden in de voorste schuur. Mijn vader staat opnieuw aan, want die had gedraaid. En toen bleef alles vies, omdat de filter niet goed schoon was. Dus mijn aders staan nog vol met de hamburgerrotzooi. De kinderen liggen op bed en I'm done for today. Ik voel me niet... Ik voel me een beetje gaar. Ik denk dat de winterdip me inhaalt. We hebben natuurlijk van zomertijd naar wintertijd. Daar heb ik altijd wat last van. Het is natuurlijk heel donker en koud. En ik werk nu best veel, dus ik ben ook best weinig buiten. Dat is ook waarom ik zo'n lamp heb. Die heb ik vandaag niet aangehad, omdat ik dacht, ik ben veel buiten. Dus dat gaat wel. I don't know, you guys, I don't know. Het enige wat ik wil is, ik wil nu ook gewoon op bed. Dus ik drink even het colaatje op. Ik probeer een beetje wat hier van de avond nog te maken, in ieder geval de lunchrommel die zo te vullen. Want morgen is een super lange dag. Dus, en dan ga ik gewoon lekker uit in bed.
Maar wel nog even een colaatje. Om mezelf even een kleine oppepper te geven voor die crash en burn. Hopefully burn. Ik wil het warm hebben een beetje. Dat was het voor deze video. Een beetje een Debbie Downer note aan het einde. Maar sometimes that's just how we roll. That's just how it is. Dus ik hoop dat ondanks dat jullie deze video leuk vonden. En dat je er wat inspiratie uit op hebt gehaald. Voor je eigen gezondheidsdoelen. Mocht het zo zijn, geef deze video een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Want dat blijft in de video's die ik post. En dan zie ik je in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doei. So I just close my eyes and dream about our kids and